Een van de grootste ergernissen op het Keizer Karelplein is aangepakt. De gemeente Nijmegen heeft woensdag lijnen getrokken voor de stoplichten bij de fietspaden van de rotonde. En zo komt er een duidelijkere scheiding tussen fietsers die over willen steken en fietsers die af willen slaan om de rotonde te verlaten. De maatregel volgt op een idee van 3 gedragswetenschappers die de lijnen een week eerder met duct tape hadden aangebracht. Ons plan is geweest van goh, mijn collega Roos die kwam hier elke dag langs en die zei toch wel van goh, het is wel vervelend. Want elke keer sta ik voor dat stoplicht en ik kan niet rechtsaf. Laten we daar gewoon een keertje wat aan doen. Nou ja, dus zodoende hebben wij duct tape gepakt en een filmcamera gepakt en dan gewoon gekeken oh, wat kunnen we hier nou precies doen en hoe kunnen we dat een goed beleid, zodat mensen hun, hun pad kunnen vervolgen, zeg maar. Nou, wij hebben duct tape gekocht. Die hebben wij geplakt met een lijn in het midden van het fietspad. Zodat de mensen die rechtdoor moeten, die kunnen blijven staan. En die gaan aan de linkerkant van de lijn staan automatisch. En de mensen die rechtsaf slaan, die gaan er mooi langs. Dus dat het is eigenlijk een hele simpele oplossing, maar ja. En de gemeente heeft inderdaad besloten om er iets mee te doen. Echt superleuk. Ze hebben eigenlijk gelijk werk gemaakt van het verhaal. En ze waren heel enthousiast ook. Dus als het goed is gaan ze vandaag de beleiding toepassen. En ik ben heel benieuwd.